Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 17 juni 2016. Dit is de bulletin van vrijdag. Vandaag is er uiteraard weer morsen en een SSTV-plaatje van opnieuw een bijzondere antennelocatie, dit keer in PD90 om voldoende detail te kunnen behalen. Ik kreeg vanochtend van Berend PD1 ALO de suggestie om iets meer aandacht aan de amateurs op Curaçao te geven in de uitzendingen en bijvoorbeeld ook het tijdstip te melden waarop de uitzendingen daar te beluisteren zijn. Dat laatste wilde ik eigenlijk al doen en sowieso wil ik voor het eind van de uitzending een keer wat nieuws inspreken. Bijvoorbeeld het mailadres is bij de huidige versie ook niet helemaal verstaanbaar. Ik wil best nog wel een keer zeggen overigens hoe blij ik ben met de komst van de mensen op de eilanden. Dat die daar nu ook de mogelijkheid hebben om mee te praten en te luisteren. Want ik ben er echt bijzonder blij mee. En uit reacties begrijp ik dat ik daarin ook beslist niet de enige amateur ben. Ik wil tegelijk ook niet de amateurs daar te veel afzonderen van de rest van de gebruikers. Dat heb ik ook niet gedaan bij de amateurs uit Zeeland die erbij kwamen bij de ontvanger in België. En toen de hele grote groep uit het noorden erbij kwam met de zender in Smilde. Maakt voor mij geen verschil of je in het Caribische deel van het Koninkrijk zit of in het Gooi of Limburg of in Groningen. Ik maak de uitzendingen voor mensen die in deze hobby geïnteresseerd zijn. Ik zou het trouwens wel leuk vinden om na de uitzending of via xdv.me te horen of er ook mensen zijn die op Curaçao, Bonaire en of Aruba naar de uitzendingen luisteren. Wat misschien ook wel leuk is om te weten hoe er op de eilanden over die hele drukke repieten gedacht wordt in dat koude land hier. Dat mag zowel positief als negatief zijn. Niet alle repeaters hier zijn overigens zoals PI2NOS. Dit is gewoon alleen maar een bijzonder succesvolle repeater. Wat vermoedelijk ook wel leuk is om te horen op de eilanden, en zeker ook van daaruit om ernaar te luisteren, dat is de Vierdaagse van Nijmegen, waarvan dit jaar de 100ste editie gehouden wordt. De Vierdaagse is een wandelmars die 4 dagen lang door een heel mooi stukje van Gelderland wordt gehouden. Vorig jaar stond er tijdens de Vierdaagse een tijdelijke repeater van het PI2NOS-systeem in die stad. Diverse deelnemers, maar ook mensen langs de kant, hadden vorig jaar hun amateurapparatuur bij zich. En dat was bijzonder leuk om te volgen. De Vierdaagse vindt dit jaar plaats van 19 tot en met 22 juli, dus over ruim een maand. In het Verenigd Koninkrijk is er een nieuw baken GB3 UHF QRV op 70 centimeter. Baken bevindt zich bij Fairseat in Kent in Juliet Oscar 01 Echo Hotel. Het is een zusterbaken van het bekende baken op 2 meter GB3 VHF. Het UHF-baken heeft een vergelijkbare antenne en antennerichting als de 2 meter versie om zo de propagatie te kunnen vergelijken. Identificatie gebeurt in morse op de oneven minuten en in JT65 op de even minuten, ook vergelijkbaar met het 2 meter zusterbaken. Frequentie van van GB3 UHF wordt gestabiliseerd door middel van een GPS-ontvanger. De website van de beide bakens is gb3vhf.co.uk. Oh ja, het is wel handig als ik even de frequentie noem. Dat is 432-430 MHz. Ook te ontvangen op de bekende web-SDR op de Gebranditoren. Ja, en dan het volgende. Een luisteraar heeft me gevraagd of iemand nog videobanden kan lezen volgens het Charlie Victor Charlie systeem, het CV7-systeem. Apparaat waar het om gaat is een Funai, volgens het type plaatje, een Foxtrot 612 Victor. Maar als je gaat googlen, dan kom je ook de Funai 212 tegen, die er vergelijkbaar uitziet. Het betreft trouwens een aantal historische opnamen van amateurevenementen die in dit systeem gemaakt zijn. En het laatste apparaat van de betreffende amateur om een en ander af te spelen en op een ander systeem over te zetten, blijkt bij een poosje van ongebruik de geest te hebben gegeven. Je kunt reacties mailen aan het bekende mailadres x-xdv.me, xray-xray-delta-victor.mikeecho en dat adres is eventueel ook te vinden op panelete.nl. Astronaut Tim Peak, KG5BVU, is als het goed is vandaag alweer teruggekeerd naar de aarde. Tim Peak was degene die de vele gesprekken met scholen op 145-800 hield, die hier in Europa zo uitstekend waren te ontvangen. Vergeet niet om vanavond naar de lange uitzending te luisteren vanaf 10:30 op PI3 UTR. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x-xdv.me. Ik heb laatst een dipmeter gekocht. Wat is dat, een dipmeter? Dat weet ik ook niet, maar er zei iemand op de repeater dat die apparaten heel erg handig waren en dat je er vroeger zelfs niet zonder kon. Een dipmeter. Wat zou dat kunnen zijn? Ja, als het nou een dipsausmeter geweest zou zijn, dan had ik het wel geweten. Het gaat er natuurlijk niet alleen om wat die meter is, maar ook wat je ermee kunt doen. Ik weet wel wat een meter is, maar wat is nou een dip? Ik bedoel, elektronisch gesproken dan. Ik weet het trouwens al. Het is om te testen of je dipswitches goed staan.